Oei, 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 oei. Nou, Ronald, dat zijn twee strafslagen. Tel ze er maar weer op. Wat dan? Je zet je stok op de grond. Mag dat niet? Nee, je staat in een hindernis. En dan mag je je stok niet grounden, zoals het heet. Doe je dat wel, heb je twee strafslagen. Dat is goed. Ja, ik moet toch een manier vinden om van je te winnen. Toegegeven, Ronald Koeman is nog geen volleerd golfer. Maar in Willem Zwart heeft hij een goede coach. Nou, wat mij op is gevallen, is wat ik ook net tegen Ronald zei. Hij heeft een aantal lessen gehad in Spanje. En die lessen die heeft hij heel goed in zijn oren geknoopt. Die heeft hij ook vastgehouden. Dat zijn ook goede lessen geweest, moet ik zeggen. Maar zijn spel is ondertussen gegroeid. En ja, hij is blijven steken op zijn beginnersinstructie. En ja, dat moet nu uiteindelijk weer wat aan gedaan worden om hem weer wat verder te krijgen. Maar ik moet zeggen, je kan gewoon zien dat je te maken hebt met een perfectionist. Want dat wat hij in het begin heeft opgevangen, dat zit er ook gelijk goed in. Dat is hij ook niet vergeten. Dat is eigenlijk een verschil tussen iemand die topsport zeg maar op een hoog niveau bespeelt en iemand die überhaupt nooit met sport bezig is. Is het voor een topsporter makkelijker om een goede golfer te worden? Nou, ze weten wat oefenen is en ik denk dat dat heel belangrijk is. Ze hebben een discipline en een hoop normale spelers hebben dat veel minder. Die zien het ook meer als iets van, we spelen ze nu en dan eens een keertje en dat is wel genoeg. Maar ik denk dat een topsporter iets heeft van, ja, we willen toch beter worden. Dat blijft er altijd in zitten. Is de golfsport nog altijd alleen weggelegd voor de elite? Ik denk dat het minder een elitesport is geworden doordat, denk ik, Jan en allemaal al aan het golven is. Ik denk dat het vroeger, denk ik, toch wat meer voor de elite was. En je ziet nu veel meer. Kijk maar in Nederland, overal, er zijn zoveel banen. Iedereen heeft het over golven en iedereen doet het ook, iedereen vindt het leuk. En daarom denk ik dat het zeker een sport kan worden die gelijk aan staat, noem maar een andere balsport op. Omdat iedereen vanuit welke klasse dan ook gaat golven. Het aanleggen van een golfbaan is een specialiteit op zich. Er zijn niet zo heel veel mensen die het beroep golfarchitect op hun visitekaartje mogen zetten. Donald Steele is de ontwerper van het Efteling Golfpark. Dit is zijn meest recente ontwerp uit de reeks van 60 die hij tot op heden maakte. Hoe treed je toe tot het selecte gezelschap van golfbaanarchitecten? Well, I started my working career as a writer with the London Sunday Telegraph writing about golf. And that was in 1961 that I started and I worked for 30 years. And it was in the course of the writing that brought me first to Holland, writing about the Dutch Open principally. I was very fortunate in that I knew two famous architects in those days, Ken Cotton and Frank Penning, who is a very well-known and well-respected figure in Holland. And I was very fortunate when he died in 1983 to really carry on a lot of the work that he'd started in Holland. But I also played a lot of amateur golf. I played in the Open Championship. So my life has really been revolving around golf, first as a writer and now much more as a golf course architect. Steele werkte mee aan de wereldberoemde baan van St. Andrews. Kun je deze baan ermee vergelijken? You cannot really compare St. Andrews with anything. But I think one of the great joys about golf courses that they're all different. They all have their own character, their own distinction, their challenge, their surroundings, their setting, which are all part of the golf course. And, you know, every single golf course is different. And so all you can do is really compare a type of golf course. I mean, in Holland, maybe you could say you could compare The Hague and Noordwijk and the Kennemer because they're on the coast. They're the seaside courses, but you can't compare those with the courses that are, you know, further inland. You can like all types of golf courses, and I think in Holland you're extremely fortunate. I think you have a lot of very high quality golf courses.